Wanneer je in Lightroom een collectie foto's hebt, zul je moeten gaan sorteren, of je moet ervoor kiezen om ze allemaal af te werken. Dat kan echter wel wat veel werk zijn. En soms zitten er gewoon foto's tussen waarvan je denkt van, hey, die is gewoon totaal niet geschikt. En er zijn in Lightroom drie manieren om foto's te markeren. Je kunt ze een vlaggetje geven, twee soorten vlaggetjes: een vlaggetje van ja, deze zijn door, en een vlaggetje van deze zijn afgewezen. Je kunt ze sterretjes geven, 1 tot en met 5 en natuurlijk geen ster is ook een klassificatie. En je kunt ze een kleurtje geven. En dat kan heel omslachtig door op een foto te gaan staan, met rechts erop te kiezen en hier te kiezen voor vlag instellen, klassificatie instellen of kleurlabel instellen. Maar als je dat bij iedere foto moet doen, dan snap je wel dat het een lange zit gaat worden. En dat kan natuurlijk vele malen sneller met inderdaad sneltoetsen. Is het moeilijk om die sneltoetsen uit je hoofd te kennen? Nee. En het ligt er natuurlijk ook een beetje aan met welke toetsen je wilt werken. In principe kun je met alle drie werken: de vlaggetjes, de sterretjes en de kleuren. Je zou kunnen zeggen van nou, ik vind de sterretjes alleen genoeg of ik hou het op sterren en kleuren. Het is geen rocket science. Het is wat jij wil, je moet daar gaandeweg voor jezelf een manier in vinden. Wat ik op zich wel fijn vind werken is om de foto's gewoon groot te zien. Dit soort kleine postzegeltjes, dat maakt het toch wat lastig om ze te beoordelen en dat gaat op deze veel makkelijker. En ik begin natuurlijk gewoon vooraan. Laat ik eerst eens bijvoorbeeld doen dat ik ze met een vlag markeer. Je hebt drie toetsen voor de vlaggen. Dat is de P van prima of Paas, Dat is de X om hem af te wijzen en dat is de U en met de U haal je een vlaggetje weer weg. Als ik nou bijvoorbeeld zeg van ja, deze foto vind ik geschikt, dan druk ik gewoon op de P. Je ziet de tekst in beeld komen en hier linksonder zie je het vlaggetje uh, veranderen naar wit. Druk ik bijvoorbeeld op de U om het vlaggetje weg te halen, dan zie je dat het vlaggetje verwijdert. En druk ik op de X, dan krijg ik een zwart vlaggetje met een kruisje erin. In principe ga ik zo alle foto's even snel af. En de foto's waarvan ik denk van hé hey, deze zijn echt gewoon technisch uh, mislukt als ze niet scherp zijn of uh, bijvoorbeeld overbelicht zoals deze, dan geef ik ze een X. Nou, en dat betekent dat dadelijk gewoon de foto's met een X eigenlijk meteen de prullenbak in kunnen want dat gaat toch gewoon niet meer goed komen. Ja in de RAW editor zal ik daar nog wel het een en het ander aan kunnen doen maar even voor de sake of the argument voor de film gaan wij gewoon aangeven dat ze geweigerd worden. Nou, heb ik ze allemaal even gehad? Nou, als je goed hebt opgelet, dan heb je gezien dat ik er maar eentje een vlag van prima heb gegeven met de P. Deze foto, de allereerste. En ik heb een aantal andere foto's, heb ik een uh, zwart vlaggetje gegeven met de X. En je ziet ook gewoon in mijn balk dat die foto's juist een klein beetje uh, minder goed zichtbaar worden. Ze worden een beetje uh, transparanter. Heb ik hieronder bij filter nog de mogelijkheid om in mijn balk hieronder te laten zien welke ik gefilterd heb? bijvoorbeeld de foto's die ik weg heb gegooid, dat zijn deze drie. Ik klik gewoon heel simpel hieronder op filter, op het vlaggetje, en dan krijg ik alleen die foto's te zien. En ik kan ook het andere vlaggetje kiezen en deze weer uitzetten. Dit is de enige foto met een vlaggetje van passeren. En als ik op de u druk, is dat vlaggetje weer pleiten. Maar goed, ik heb dus drie foto's eigenlijk gewoon uh, gede-selecteerd. En dit zijn alle foto's zonder vlag. In feite, deze foto's zijn dus goed. Hier kan ik mee verder. Nou, nu wil ik niet al deze foto's afwerken. Ik wil hier ook gewoon een uh, waardering aangeven in de vorm van sterren. En dat gaat gewoon met de sneltoetsen 1, 2, 3, 4 en 5 voor respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 5 sterren. En in feite uh, gaat het gewoon het hele proces weer opnieuw. Ik begin gewoon weer bij de eerste foto. En ik deel gewoon sterren uit aan foto's waarvan ik denk van ja, deze kunnen. Ik ben met 41 foto's begonnen. Ik heb er nu nog 38 over. En je moet daar gewoon een beetje handigheid in krijgen. En dat is natuurlijk ook jouw beoordeling als fotograaf om te bedenken van: hey, dit werkt voor mij het beste. En dit uh, werkt voor mij niet. En inmiddels heb ik dus ook gewoon een hele hoop foto's voorzien van één ster. Ik kan hier bij het filter gewoon vervolgens weer zeggen: van, Nou, laat mij alle foto's maar zien met één ster. En het zijn er nog maar 15 van de 41. Dat betekent dat ik er dus inmiddels al bijna 26 heb. Ja, weggegooid is een verkeerd woord, maar heb gedeselecteerd. Nou, hier ga ik in feite nog een keer doorheen. En ga ik eens kijken van welke foto's meer sterren verdienen. En ik heb nu een aantal foto's, heb ik twee of drie sterren gegeven. En hierbij, ze blijven nog gewoon staan overigens in het filter. En dat komt omdat er hier een groter dan tekentje bij zit. Dus alle foto's met één ster of met meer sterren, die zijn zichtbaar. Klik ik nou de twee aan, dan ga ik alle foto's zien die twee sterren hebben of meer sterren. Maar ik kan ook hier op het groter dan tekentje klikken en zeggen van nou, ik wil uh, lager of gelijk aan. Twee sterren. Dus dat omvat ook de foto's zonder sterren. Of gewoon echt de foto's met twee sterren. En dat zijn er drie. En bijvoorbeeld met drie sterren was het maar één foto. Dus daar kun je ook nog een beetje inspelen. Maar goed, in feite heb ik nou dus gewoon een selectie gemaakt. En ik hou eigenlijk vier foto's over waarvan ik zeg: van ja, van deze vier, daar uh, gaan we mee verder. Dat zijn twee foto's op een uh, witte achtergrond. Deze twee. Dat is één foto met een zwarte achtergrond en één met een blauwe achtergrond. Stel dat ik die bijvoorbeeld nog een kleur wil geven. Dat kan ook. Er zijn uh, verschillende kleuren. Een aantal kleuren moet je handmatig uh, geven. Maar je kunt vier kleuren automatiseren met een sneltoets. En dat zijn rood, geel, groen en blauw. En dat doe je met de toetsen 6, 7, 8 en 9. Nou, en de blauwe achtergrond geef ik natuurlijk een blauwe kleur. En de zwarte achtergrond bijvoorbeeld met de 7 een keurige gele kleur. En de andere twee geef ik met de 6 een rode kleur. En je ziet ook gewoon dat in mijn foto's daar een klein beetje verandert. Ga ik nou bijvoorbeeld naar het miniatuuroverzicht. En zet ik al mijn filters bijvoorbeeld eens gewoon uit. Dan zie ik nu 41 foto's. Maar ik heb daarin wel een aantal foto's gewoon heel makkelijk gemarkeerd. Zo zijn er een aantal foto's die een zwart vlaggetje hebben gehad en daardoor wat minder goed zichtbaar zijn. Je ziet het vlaggetje er ook bij staan. En je ziet natuurlijk ook gewoon de foto's met hun sterren en hun achtergrondkleuren. En op deze manier kun je dus vrij eenvoudig foto's selecteren. En eventueel kun je bij je miniaturenoverzicht ook hierboven gewoon zeggen: van nou laat even alle foto's zien met alleen een rode kleur of alleen twee sterren of hoger. Nogmaals, welke manier van selecteren jij gaat gebruiken, dat moet jij helemaal zelf gaan bepalen. Ik vind op zich drie uh, opties wel wat veel. Ik zou het op zich bijna alleen met sterren af kunnen. Ik zou zeggen van uh, gebruik de sterren voor de foto's die je gaat selecteren. En gebruik gewoon de sneltoets X om een vlaggetje met een kruisje weg te geven. Aan foto's die totaal mislukt zijn. En waar je later uh, gewoon afscheid van gaat nemen. Maar nogmaals, dat moet je gewoon helemaal zelf gaan bekijken. In ieder geval, nu weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!